Dat is een goede beweging van Aitor. En Boeren is vrij. Hier is de kans. Aitor, goede combinatie. En een reuze kans voor Aitor om FC Twente op voorsprong te schieten. Daar zit Wout Brama in de warming-up afgehaakt. Werd er vooraf nog gesproken over het opklappen van Sparta. Dat is er eigenlijk niet bij in het eerste kwartier. Kans opnieuw voor FC Twente. Hamdawi achter het standbeen langs. Veldwijk, het is lastig om in te schatten waar die bal precies gaat vallen. Want er staat veel wind. Aitor. Hamdawi is er ook. Aitor, van richting veranderd. Lastige bal voor Kortsmit. En toch ook wat paniek achterin bij Sparta. Twente weer gevaarlijk. Hoekschop, Aitor. Weer een kans. Weer Kortsmit. En dan wordt de bal van de lijn gehaald. Door Abels. Aitor. En die is net iets te hoog. Zo krijgt FC Twente de kansen om op voorsprong te komen. Maar laten die kansen voor ons nog liggen. Hier is Twente weer. Oosterwijk naar de grond. En een strafschop zegt Serdar Gözebüyük. Strafschop FC Twente. Ik denk eigenlijk dat het een overtreding is buiten het strafschopgebied van Saxela. Maar Gözebüyük legt hem er binnen. Geen videoscheidsrechter, dus de scheidsrechter hoeft niet naar de kant. Er is nu geel voor Henk Fraser. Die nog een cynisch applausje heeft voor Gözebüyük. Maakt Boeren er 0-1 van. Dat doet hij. Het staat 0-1. En FC Twente op voorsprong. Perfect ingeschoten door Boeren. Dabo. Veel geblesseerd geweest dit seizoen. Oh, Veldwijk. Drenthe. Van richting veranderd. Maar daardoor gaat de bal wel recht op Drommel af. Duarte. Dit ziet er wel verzorgd uit van Sparta. Faye. Wat moet Veldwijk ermee? Bijna in eigen doel gekopt. Door Ricardinho. Dat was wat geweest. Saai is het in ieder geval niet op het kasteel. Er gebeurt van alles. Aitor. Oh, Bijen. En 0-2. Peet Bijen. De supporters van FC Twente schrikken ervan dat hij erin zit. Kortsmit heeft geen antwoord. En Twente staat op slag van rust met 2-0 voor op het kasteel. Goeie vrije trap van Aitor. Enorme dekkingsfout daar. En toch ook een ketser van Kortsmit. Want die moet deze bal toch eigenlijk gewoon hebben. Wat een mokerslag is dit voor Sparta. Rai. In de voeten bij Aitor Smith. Speelt vaak simpel, maar wel effectief. En een kans en de paal. Oosterwijk. Na de voorzet van Aitor. Aitor. En die zit erin. Wie raakt hem als laatste? Is het Boeren? Hoe dan ook, het staat 0-3. Vooralsnog is het een avond waarbij voor Sparta eigenlijk alles fout gaat wat er fout kan gaan. Het is lastig te zien, maar ik denk eerlijk gezegd dat het een eigen doelpunt is van Vriend. En dan kan Twente wisselen. Gaat Tom Boeren er vanaf. En maakt Fred Friday dus zijn debuut voor FC Twente. Uitgerekend tegen zijn oude club Sparta. Deze bal is voor de keeper. Ja, met de nodige moeite, Kortsmit. Waarom reageer je zo laat? En een goed schot, zeg. Maar wat een redding ook van Drommel. En hier klinkt het laatste fluitsignaal. Het eindigt in 0-3. Twente was vanavond veel en veel te sterk voor Sparta. Twente verstevigt de koppositie in de keukenkampioendivisie en Sparta haakt af in de titelstrijd.